Van Raquel, de undercoveragent die zelfmoord pleegde, die vroeg herhaaldelijk om hulp. Ja, eerder dit jaar in april beroofde undercoveragent Peter Paul Bakker, en dat is zijn schuilnaam, zich van het leven. Hij was toen op dat moment undercover voor een operatie die al 15 maanden duurde. Met de operatie hoopte de politie meer te weten te komen over Joop M. En de corrupte contacten die hij in de haven zou hebben. Maar de undercoveragent die kwam in gewetensnood. In zijn echte leven was hij getrouwd. En in zijn undercoverleven kreeg hij een affaire met zijn buurvrouw. En toen hij zijn chefs om hulp vroeg, omdat hij niet wist wat hij met de situatie aan moest, voelde hij zich niet gesteund, maar aangevallen door zijn chefs. Dat laten zijn collega's weten. Zij benadrukken dat nu niet te zeggen is of dat natuurlijk de reden is dat hij zich van het leven heeft beroofd. Maar het feit dat hij zich niet gesteund voelde, heeft in ieder geval niet geholpen. Een afschuwelijke zaak. Ja. U weet natuurlijk heel veel, juist ook van onveilige werkomgeving. Wat denkt u als u dit hele verhaal hoort? Meerdere keren gevraagd om het te stoppen. Nou ja, dat is natuurlijk wel iets wat we veel zien. Is, hè, mensen die in de frontlinie staan, en zeker in dit soort hele precaire operaties, undercoverwerk, als daar signalen worden afgegeven, dan moet je daar als werkgever natuurlijk responsief op omgaan. Hè. Dus die vraag om hulp, wat zit erachter? Waar was behoefte aan? Ik denk dat we niet moeten onderschatten, en nou ja, hè, de uitkomst is natuurlijk hier ronduit dramatisch. Als iemand om hulp vraagt aan de werkgever, dan kunnen we het ons niet permitteren om te zeggen, nee, dat doen we niet. Dus ik vind dat een heel zorgwekkend signaal. Weer een teken van hoe goed zorgen we in Nederland voor onze hulpverleners, of in dit geval agenten. Ja. Moet die steun voor undercoveragenten veel en veel beter geregeld worden? Wat ik buitengewoon verdrietig vind in dit bericht is, dit zijn niet zomaar agenten. Die doen misschien wel het gevaarlijkste werk, ja, wat je van een agent kan vragen. En als dan blijkt dat zo'n agent om hulp vraagt en zegt, ik weet niet of het nog goed gaat, en die hulpvraag wordt dan niet gehoord. Ik vind dat je juist moet uitstralen als overheid, als werkgever. Voor zo'n groep sta je niet 100%, maar 120%. Ze doen het is ontzettend gevaarlijk wat ze doen. En dus ik vind dit echt heel verdrietig. En volgens mij is de politie hier erg van geschrokken, ook de politieleidingen zitten. Want dit mag niet meer gebeuren. Dat moet duidelijk zijn.